Ja. Nou, we gaan met het Dorpsjournaal deel 2 beginnen, dat zag u al. En dan gaan de museumstukken gaan ook wel eens op tournee, noemen wij dat dan. Dit is nog de oude bibliotheek, was toch een gezellige bibliotheek, vind je? Ja. En hier is Gert de Jong bezig met het inrichten van de vitrines. Want af en toe, we hebben een hele goede samenwerking met de bibliotheek. En zeggen ze, komen jullie weer eens een paar vitrines vullen? Nou, doen we dat. En dat doet hij dan soms samen met Jaap en soms is Mario erbij. En die mannen die besteden daar een hoop... Hey joh, terug. En dit zijn allemaal foto's van de watersnood. Je kent ook boeken lenen. De bibliotheek zie je, staat ernaast. Foto's niet. En hier nog een vitrine met mooie foto's. Het is alleen jammer dat je nooit kan meten hoeveel mensen daar nou naar gekeken hebben. Kijken jullie er wel eens naar in de bibliotheek? Oh, oké. Okay, dat is goed. Nou, en dit is... Ik vind het een beetje een... het is net een ijskast. Yeah. Ja. We zijn de omgeving een beetje kwijtgeraakt. Maar dit is gemaakt in de nieuwe bibliotheek. Dat is om het spannend te houden. En daar hebben we nu een tweetal vitrines ingericht met allemaal voorwerpen en foto's van de politie. Want daar hebben we ook heel veel van. En dat zit allemaal goed achter, nou ja, of het echt heel goed achter slot en grendel, daar kan je ook nog over hebben. Maar goed, in ieder geval, het is daar te kijken. En als je denkt, nou, ik heb daar nog niet genoeg gezien. In het museum hebben we een hele politiecel, helemaal vol met allemaal spullen van de politie, van de marechaussee. Daar ben je ook welkom. We hebben afgelopen jaar ook weer zomeravondconcerten gehouden. Helaas, zeg ik vooraf, hebben we geen foto's van het korenconcert. Dat is weer een soort van misverstand dat de een voor de ander zou foto's maken. En uiteindelijk heeft niemand foto's gemaakt. Dus wie er nog foto's hebt van het korenconcert, want het was een prachtig concert, wees welkom om ze bij ons in te leveren. Nou. Heel druk was het op 6 juli bij het concert van muziekvereniging Excelsior. En hier vooraan, er staan onder andere de attributen van de Steel Band. Ik weet niet wie van u het gehoord en gezien heeft. Wij hadden de primeur bij ons zomeravondconcert. Het was echt prachtig. Yes. Nou, en de barploeg die deed goede zaken. Maar die moesten er ook allemaal hard voor werken. En dat zijn ook allemaal onze vrijwilligers. De muziektent en Excelsior, dat hoort eigenlijk voor altijd bij elkaar. Ja, echt. Ik mocht van de dirigent, ik ben in eind mei, mocht ik meedoen als maestro. En dat was echt geweldig, met nog 4 andere mensen. Echt een belevenis. Zal ik nooit vergeten. En toen gingen ze een prachtige mars spelen. De Florentiner Mars. Dat was toevallig een van mijn stukken. Mocht ik dirigeren. Ja, dat is dirigeren. Al het werk is natuurlijk al gedaan. Dat is net zo goed als dat je bij de bakker ook bij de bakker koekjes of een taart haalt. Dat je zegt alsjeblieft dat je hem alleen maar uit hoeft te delen. Dat is het eigenlijk. Maar het was wel leuk. Maar het is natuurlijk maar één echte dirigent. En dat is Ruud wel. En het is echt... Fantastisch wat hij met dat orkest bereikt. En als je kijkt hoe Excelsior ook uitgepakt heb voor dit concert. Er staat er onderaan zo'n bordje, dat kunnen jullie niet lezen. Maar als je toch aan het geld uitgeven bent, word ook vriend van Excelsior, of vriendin. Nou, en weet je, dan zo 's avonds laat, als je daar dan staat te kijken en dan die muziektent en wordt een beetje schemerig en dan die lichtjes aan. Dan denk je, jongens, dat is toch een feest of niet? In je eigen dorp. Ja. Nou, en dan gaan we vrolijk weer naar het volgende concert. En dan begint het weer voor vandaan. Alle karren staan overal geparkeerd. Omdat van alles nog wat opgebouwd worden. Allemaal vrijwilligers. We hebben zeilen die moeten ophangen. Nou, die wegen echt diep lood. En dus dat hebben we nou besloten ter bescherming van onze vrijwilligers. Dat we die, als we een beetje nog overhouden van de concerten, dat we die gaan besteden om wat lichtere zeilen aan te schaften. Ja, schaften, ja. Het is Papendrecht. Ja, ik hoorde het wel. Nou... En jullie snappen het wel, dus nou, dan zijn we er toch uit. Nou, dan hadden we daar de band en die heette Smooi.
En dat was echt, was ook weer zo'n lekker concert. Je kon lekker dansen als je dat wou. Daar hadden we geen vergunning voor, maar dat hebben we gewoon maar kan. Of je kon gezellig gewoon staan luisteren, want het was prachtige muziek. Of je kon gewoon een sappie bestellen bij de bar. En je hoeft echt niet per se drank te nemen. En hier zien we dus ook weer de barploeg die gewoon heel de avond het gewoon hartstikke druk heeft. En aan het eind van dat concert, die band heet Smooi. En eigenlijk betekent dat Selected Music of Yesterday. Wij noemen dat Gouden Ouwe. Je kan het ook zo uitspreken van het is mooi. Het is mooi. En het was een hartstikke mooi concert. Het is mooi. Met dank uiteraard aan de vrijwilligers, het publiek en de sponsors. Gaan we naar de Ponteniersbrug. Die zien we hier op een heel oud plaatje genomen in oostelijke richting. En hier zien we diezelfde brug. Dat is een foto van uit de Rine Schieven collectie. Met de Ponteniersbrug links zien we nog de Loodsbos 89. En rechts het huis waar, eerst, waar er nog een veearts gewoond heeft. En de familie Bom heeft er nog gewoond. En Jan van Wijngaarden. En nou woont Jan van Wijngaarden zijn dochter er. Daar ben je helemaal bijgepraat. Nou, en de Ponteniersterrein, hier liggen dan de pontons. Hè? De Ponteniers zelf staan er niet bij. En op de achtergrond zie je de veer dan. De Ponteniersweg, die legt al enige tijd open. Nou, dat kan nu bijna niet ontgaan zijn. En bij graafwerkzaamheden werd de oude fundering en het landhoofd van de Ponteniersbrug blootgelegd. En dat zorgde voor nog meer vertraging. Hier zien we een detail van de oude fundering. Ik kan er heel bij de hand over gaan doen, maar ik heb geen idee wat het voorstelt. En dan dat gegraven gat, dat is letterlijk manshoog, kan je wel zien. En een van de mannen die er aan het werk is, die legt iets uit aan een verslaggever van RTV Papendrecht. Die zijn ook altijd bovenop het nieuws. Ze zijn hier vanavond trouwens ook. Jan van Wijngaarden, Kees van der Es en Theo Viveen. Maar Theo staat niet op de foto, want die maakt de foto. En op de achtergrond zien we de Ponteniersflat. En zij wisten heel veel te vertellen over die Ponteniersbrug. Ze werden met z'n drieën gefilmd. In het midden ziet u de interviewer van RTV Papendrecht. En ze zijn met z'n drieën gefilmd. En de filmpje, dat staat ergens nog in het archief van RTV Papendrecht. Als je een computer hebt, moet je dat echt eens opzoeken. Het is een hartstikke leuk filmpje. En anders moet ik het eens een keer vragen of we het in het museum kunnen draaien of niet. Kent toch ook wel? Hè? Nou, zullen we het ermee even vragen gelijk? Nou, dan zien we hier een foto. En dan zie je daar ongeveer in het midden een bushokkie. Nou, als je daar dus op de bus ging staan wachten, nou, dan hoef je echt niet te zeggen, busje kom zo, want die bus die kwam daar gewoon helemaal niet. En misschien wel om die reden hebben ze dat bushokje, misschien waarschijnlijk voor het werk, hebben ze dat bushokje weggehaald. Maar misschien is het al net wel, want ik ben af en toe ook een beetje van de complottheorieën, dat het is net als met die brievenbussen. Er komen toch geen brieven in, dus dan halen we die brievenbussen weg. En dan hebben ze gedacht, er staan toch geen mensen bij die bushalte te wachten. Dan kunnen we de bus ook wel weghalen. Maar als het goed is, komt het weer terug. Nou, dan een foto. Ziet u waar deze foto gemaakt is? Ja, ik hoor het hier al omheen in het Vondelpark. Nou, het Vondelpark, ons Vondelpark, nee, niet in 020, kom op zeg. Op 12 september hing er een grote Nederlandse vlag aan de gevel van een van de flats, of dat moet je eigenlijk appartementengebouw noemen, aan de Ponteniersweg. Nou, ik noem het gewoon een flat. Het anker dat vanuit het Vondelpark was verplaatst naar de gemeentewerk was al op initiatief van Jan van Wijngaarden van de elektrotechniek verplaatst naar de Ponteniersweg. Dichter bij het water, waar het ook beter op zijn plek is. Maar, toen had Jan bedacht dat het ook leuk zou zijn om die flat ook een naam te geven, zoals inmiddels op meerdere plekken in het dorp gebeurd is. Samen met de burgemeester Aart-Jan Moerkerke mocht Jan het naambord onthullen.
En langzaam verscheen de naam. We zijn er één kwijtgeraakt onderweg, heb ik het idee. En sinds die tijd is het aangeduid als het anker. Oh ja, kijk, zo kent ook. Heen en weer, terug. En dan bij zo'n feestelijke gebeurtenis hoort natuurlijk een drankje en een welgemeend proost. En wij zeggen nu ook proost tegen alle bewoners die daar aanwezig waren en die sinds die tijd in appartementengebouw het anker wonen. Een onthulling van heel andere orde. Mission Bell. Dat zegt u misschien niks, maar... Gaan we door. Op 29 september waren onder andere 35 familieleden van de Amerikaanse bommenwerper, de bemanning van de Amerikaanse bommenwerper Mission Bell, aanwezig bij de onthulling van een monument ter nagedachtenis aan de crash daarvan in Nieuw-Lekkerland op 1 december 1943. Onze Peter van der Giezen, u ziet hem daar staan, die was vanwege zijn ervaring met de onthulling van het Lancaster Monument in 2004 gevraagd advies en bijstand te geven en de ceremonie te leiden. En dat deed hij voortreffelijk. Peter, ik was zo trots op jou. Enkele familieleden van elk bemanningslid, één familielid, mochten de onthulling verrichten. En langzaamaan werd het monument zichtbaar, wat tot hele grote ontroering leidde bij de familieleden. Twee historische lesvliegtuigen verzorgden een zogenaamde flyover, waarbij zij dezelfde route volgden als de Mission Bell gedaan had in 1943. Het organiserend comité, waarvan de voorzitter vanavond hier aanwezig is, en ik ga het nog een keer zeggen, complimenten, complimenten. Met de tweede van rechts, Peter, mag heel trots zijn op deze prachtige, ontroerende onthullingsplechtigheid. Op een van de borden staat de korte geschiedenis van de crash vermeld. En op de andere twee borden staat een korte beschrijving van een deel van de bemanningsleden waarvan er 5 de crash hebben overleefd. Maar het monument zelf ziet er ontzettend indrukwekkend uit, met voor de 3 omgekomen bemanningsleden een betonnen zuil die bovenaan is afgebroken, symbool voor het abrupt afgebroken leven. Op 1 december wordt 's middags van 1:30 tot 2:00 een korte plechtigheid gehouden om te herdenken dat de crash dan precies 75 jaar geleden is. Het monument staat tegenover Lekdijk 26 in Nieuw-Lekkerland. Onze collega's van de historische vereniging West-Appelse Waard hebben een prachtig boekje uitgegeven over de historie van de Mission Bell. En wij hebben een aantal van die boekjes te koop. Absoluut de moeite waard om aan te schaffen. Piet werd er al zenuwachtig van, want hij zegt, er vraagt niemand naar de boekjes. Ik zie dat ik dat verkeerd gepland heb, want dat komt pas na de pauze. En dit is trouwens geen verkooppraatje. Wij verdienen hier niks aan. Wij willen hier ook niks aan verdienen. Wij vinden het belangrijk dat de verhalen van en over onze bevrijders worden gelezen en herlezen. Voor 9,95 wordt u eigenaar van een belangrijk stuk geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. En u mag best even klappen voor zo'n mooi monument. Ja, en verder in het nieuws. Theo was creatief, die heb een weerbericht van Tom Koppenol gebruikt voor wat er verder in het nieuws was. En die schrijft daar iedere week een, over het weer, ook aan te raden in het Papendrechts Nieuwsblad. Moet je natuurlijk niet 2 van die stickers op de deur hebben, want dan lees je niks. Hier zien we de weteringssingel, aangelegd, even kijken. Net aangelegd. En nog aanmerkelijk rustiger dan nu op een plaatje weer van Rine Schievink. Let u ook eens op die boom aan het einde van de straat. Dat is diezelfde boom. En de weteringssingel, dat is anno nu. Het was een van de eerste nieuwbouwstraten van de Kraaihoek. En opnieuw staan die huizen op de nominatie te worden gesloopt.
Dat was al eens een keer eerder het geval, maar nu lijkt er geen ontsnappen aan. Dat is heel jammer. Nou moeten we alleen nog in de gaten houden of dat er verzoendelijke huizen terugkomen. Zoals bijvoorbeeld in het Westend op de plek van de helaas gesloopte voormalige Van Rossum motorenfabriek die we net voor de pauze gezien hebben. Maar ook in de kerkbuurt is een prachtig nieuw huis gebouwd en gemetseld in kruisverband. En die wijsheid heb ik niet van mijn eigen, maar dat zit ik van Theo na te kwaken. Nou, en dit huis dat voegt zich moeiteloos in het Dijklint. Goedgekeurd door Dorpsbout. Onbewoonbaar verklaarde woning, die bordjes zien we gelukkig bijna niet meer. Weet u waar dit fotootje gemaakt is? Ja. Juist, in de veerstoep. En dat is die hele lange rij huizen. En aan de overkant zie je de voordeur van Van de Kevi. Ja. Zijn we er? Ja. Nou, dan was er ook nog wel feestelijk nieuws, want er was taart na het raadsbesluit op 18 oktober voor de medewerkers van de politie. Papendrecht heeft namelijk de eer gekregen het nieuwe politiebureau binnen haar grenzen te krijgen. En diezelfde discussie was er ook voorafgaand aan de bouw van de Marechaussee-kazerne, bijna 100 jaar geleden, toen zowel Sliedrecht als Papendrecht die kazerne wilden hebben. De overweging was toen dat Papendrecht meer heen en weer verkeer en mensen had van en naar Dordt en naar de Binnenwaard, dus niet omdat wij zoveel crimineler waren. Hè? Jij weet het zo net nog niet? Waren de vestigingsbazen? Ja, uit Dordt vandaan. Ja, maar die hebben we weer teruggestuurd. Even kijken, waar was ik nou? Nou ja, anyway. Dus het middenstuk, voor zover dat nou echt nog ontgaan is, dat is al vanaf 1987 eigendom van Stichting Dorpsbout. Wie ziet waar dit is? Ja. Een glas-in-loodraam, herinnering aan de start van autobedrijf Van Wijngaarden. In 1946 begon Arie van Wijngaarden zijn garagebedrijf in een hoekje van de loods van toen nog Jaap de Beer. Later heeft dit pand diverse bestemmingen gehad, waaronder welkompakket als laatste. Ja. Al in 1937 repareerde Arie auto's van degene die er een hadden. Dat waren er toen nog niet zoveel, maar wel bijvoorbeeld dokter Molhuizen. Dokter Molhuis en dokter Rietveld, die hadden allebei zo'n slee. Dokter Molhuis vond eigenlijk helemaal niks. Maar omdat dokter Rietveld er ook een had, dan dacht hij, ja, dan moet er ook maar een. En deze foto is gemaakt bij de loods van zijn oom Kees van het transportbedrijf in de Veerstoep. In 1958 verhuisde het bedrijf naar een pand aan het eind van de Veerweg. Het enige pand dat nog verder richting Wittebrug lag, was de Villa Oosterbeek. En voor de rest was er alleen weiland, weiland, weiland. En op deze foto is de Rembrandtlaan al gebouwd, maar het Vondelpark was er nog niet. Het complex was voor de tijd van de TomTom een belangrijke aanwijzing om mensen het dorp in te krijgen. Maar helaas zijn op 31 oktober de deuren voorgoed dichtgegaan. Waarmee een eind komt aan een bedrijf dat 72 jaar bestaan heeft en meer heeft gedaan dan auto's verkopen en repareren. Auto van Wijngaarden behoort bij de bedrijven die in al die jaren heel veel gedaan heeft voor het leven van Papendrecht en ook voor Dorpsbehoud. En daarom past nu ook een woord van dank aan postuum de oprichter Arie van Wijngaarden, de latere directie Mark Kalishoek en Gert van Wijngaarden en aan het altijd vriendelijke gezicht in de showroom Wilma van Wijngaarden. Gert en Wilma, dat jullie maar heel lang mogen genieten van jullie van harte gegunde vrije tijd namens het Papendrechtse verenigingsleven. Bedankt. Ja, we vliegen heen en weer in dit stukje, want nou zijn we ineens weer in 1914 aangeland. Op 11 november 2018 werd wereldwijd het eind van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Nederland heeft aan die oorlog niet deelgenomen, heeft alleen heel veel Belgische vluchtelingen opgevangen. Daarvan zullen we op een ander moment nog eens foto's laten zien.
Nederland was wel vanaf 1914 gemobiliseerd. Hier zien we links Arie de Waard en rechts Herman van Wijngaarden, moet ik zeggen. Oh man. En hier hebben we nog zo'n plaatje uit dezelfde periode. Nou verwacht ik van niemand dat ze zeggen, nou, daar heb ik nog bij. Ga nou eens terug. Ja, wat ga je hier nou te jagen? Jawel. Dus wij snappen heus wel dat het geen schoolvriendjes van u zijn. Maar misschien herkent iemand deze foto's uit een oud familiealbum. Nou, dan mag u zich melden. Ja, we kennen. Ja, dat mag. Ja, je wordt hier zenuwachtig van. Ja. Van mij, hij wordt zenuwachtig van mij. Goed. Ja, en als de chauffeur er niet uitscheidt, heb ik ook een uitdaging. Dus dan zal ik maar een beetje mak houden. Wij ontvingen van Douglas Simpson, dat is een kleinzoon van piloot Colin Clary van de Lancaster, een miniatuur van dat vliegtuigje. Vervaardigd uit materiaal van het wrak en dat heeft bij zijn moeder Judith gestaan. Na haar overlijden hebben de kinderen besloten dat dit vliegtuigje maar op één plek thuis hoorde in Museum Dorpshout. We kregen het onlangs opgestuurd en het zal een mooie plek krijgen in de Lancasterzaal. Nou, en dat kruisje wat u daarbij zit, dat stond ook in de brief die erbij zat. Van, wil je dat alsjeblieft op het graf van mijn opa gaan zetten? Nou, dan doe je dat toch? Ja. Weer een heel ander onderwerp. Hier staat onderaan die foto zwarte bende. Ja, en wij hebben geen idee waar dat nou voor staat. We hebben er inmiddels twee namen van. En dat is die jongen die daar rechtsbovenin staat. Die een beetje zo'n soort eigenwijs kijkt, zeg maar. Dat zou moeten zijn Sam Lommerde. Die jongen heette Johan en die noemden ze altijd Sam. Waar dat voor is, geen idee. Ik weet natuurlijk niet alles. En nummer 5, die zit zeg maar in het midden. Dat zou Kees Jansen moeten zijn. Helemaal onderaan staat bij het bordje J van de Wal. Dus wij hebben het idee dat ook die J van de Wal erop moest staan. Maar wat ze nou precies jouwden, geen idee. Als iemand denkt van, oh, maar ik weet wel wie dat is, want die ken ik nog wel. Nou, melden na afloop. Of ziet u hier nog een bekende? Hè? Jan van der Wal. Nou moeten jullie dat even doorgeven zo, hè, dat het zo weer bij mij terechtkomt. Jan van der Wal. En welke is Jan van der Wal dan? Oh, met het potje. Oké, dus dat was de leider, zeg maar. Jan van der Wal. Mooi. De leider van de bende. Even kijken. Gelijk opschrijven. Nou, als u denkt, ik wil er nog eens over nadenken. Ik vind het goed. Ja. Daar komen we natuurlijk niet onderuit, hè. Sinterklaas met Zwarte Piet. Dit is een plaatje van heel lang geleden. Dat kan je aan een heleboel dingen zien. A, is er nog een Zwarte Piet bij? Nou, die waren er dit jaar bij ons ook bij. En B, het paard lijkt daar, dat ken ik natuurlijk niet, het paard lijkt ouder als het paard van nou. Want dat is, daar moet ik nog eens over nadenken. Bakker Broekema zit er nog, maar weet je wat nou het allerbelangrijkste is? Er staat één veldwachter, die houdt het hele spul in toon. En dat is Labije. En die had de wind eronder hoor. En weet je, maar goed. Ik wil er niet al te veel van zeggen. Oh, daarachter loopt nog Cor van Wijngaarden, want de oude Americo die stond bij de stalhouderij op stal. En, maar ik ga er niet te veel over zeggen, want Kay die heeft toch echt een soort vaart gehaald om hier vanavond nog te komen. En die heeft gezegd dat ze het er ook nog over gaat hebben, dus ik ga niet Kay het gras voor de voeten wegmaaien. Goed. En... Ik wil ik nog wel even zeggen. Er was van de week was er een uitspraak van een rechter. En die zei, ik wens u een vreedzaam Sinterklaasfeest. Toen dacht ik, jongens, vrede op aarde doen we toch met de kerst of niet? Die man is in de war. Nou, het heeft niet helemaal geholpen wat hij gewenst heeft. Dus, maar gelukkig krijgen we eind van het jaar een heel mooi feest. En dat is het lichtjesfeest.
En dat, daar is door de stichting Lichtjesfeest gevraagd of wij de muziektent weer beschikbaar willen stellen. Dat gaan we ook zeker doen. En dan komt daar waarschijnlijk weer een koor in te zingen. En dan lopen de kinderen met de lampionoptochten. En dan, ja, dat wordt echt een heel mooi feest. Nou. En dat is het einde van het tweede deel van het Dorpsjournaal. Nou, dat is, we kunnen wel zeggen dat het een heel veelbewogen jaar was.